Goedenavond, dit is de tijd van nieuws van juli 2021. Mijn naam is John Apeldoorn. Vandaag in het nieuws, Spoor, de zomervakantie en de documentaire over de letter E. Spoor is een spel dat in 2008 in de wereld is gebracht door EA. Tijdvion heeft twee video's hiervan opgenomen en op YouTube geplaatst. Maar waarom is hij deze serie begonnen? En hoe ziet de toekomst van Spoor eruit op zijn kanaal? Onze verslaggever, Jonathan, staat bij de kudde van Tijd voor Species. Jonathan, waarom is Tijdvion begonnen met dit spel spelen? Toen Tijdvion met Super Dutch Skills, oftewel Ruben, omging, heeft hij dit spel voor de allereerste keer zelf gespeeld. Eerder heeft hij alleen maar YouTube-video's over het spel gekeken, maar nu kon hij het zelf spelen. Op een gegeven moment kon hij het spel niet meer te pakken krijgen. En toen kon hij dus ook niet meer spelen. Uiteindelijk heeft hij het spel een paar maanden geleden opnieuw gekocht, zodat hij die serie kon maken. Wij denken dat Tijdvion er gewoon weer een zin in had om Spoor te openen. Hoe lang zal deze serie doorgaan? Volgens Tijdvion is hij nog niet zeker van of de serie überhaupt wel doorgaat. Haast niemand kijkt die video's en het editen duurt heel erg lang. Dus tenzij hij een manier vindt om de serie interessant te maken, zal de serie wel moeten eindigen. Jonathan in Spoor, dankjewel. Wow, hey, waar is mijn derde vraag? We hebben altijd drie vragen. Sorry, hoe gaat het? Ach, gaat wel goed. Jonathan in Spoor, dankjewel. Binnenkort is het weer zomervakantie. Dat betekent veel naar buiten gaan als het niet te warm is en of als het stormt. Tijdvion is van plan om video's te blijven maken, maar ook rust te nemen. Wat gaat hij precies doen in de zomervakantie? Onze nieuwe verslaggeefster Floor gaat Tijdvion's privacy schenden. Oh, hallo daar. Ik ben Floor, verslaggever. Step. En vandaag gaan we in Jan's hele private schrift kijken. Om te kijken wat zijn plannen zijn voor de zomervakantie. In de zomervakantie wil ik graag beginnen een nieuwe serie op Tijd voor Jan's Staf. Genaamd Tijd voor Sound. Ik wil ook kijken naar nieuwe games om te spelen op Tijd voor Jan Games. Trouwens, Fleur, wat de flip doe je? Fleur, wat de flip doe je? Ah! Geef de pruik. Oh, dit gebeurt nog steeds. Als jullie een keer presentator willen zijn, laat het me dan weten in de Discord-server. Trouwens, abonneer ook op Tijd voor Jan's Staf, Tijd voor Jan's Sketch en Tijd voor Jan's Games voor meer content. Voor school kon Tijd voor Jan zelf kiezen wat hij ging maken voor zijn project. Hij koos voor een documentaire over de letter E. Waarom? Wij hebben Tijd voor Jan, ontvoerd. Wat? Maar jullie hebben me gewoon weer terug in mijn kamer gegooid. En de deur van het slot gehouden. Waarom ben je begonnen aan de documentaire? Het begon een paar jaar geleden als een grap. Maar hoe langer het duurde, hoe liever ik de documentaire wilde maken. Hoe ver ben je nu? Ik ben nu ongeveer op de helft, denk ik. Wordt het een serieuze documentaire? Grotendeels wel, ja. Over het algemeen wil ik het inderdaad wel serieus houden. Wanneer komt de documentaire op YouTube? Dat weet ik nog niet. Oké, dat was het. Wacht, de deur is geëlektrocuteerd. We kunnen in ieder geval zeggen dat die ontvoering heel anticlimactisch was. In ieder geval, dat was het dan voor vandaag. De zomervakantie is al bijna zover. Voor nu een fijne avond en vakantie en tot volgende maand. Tot ziens!